Ik ben Chantal van Kawaii Wereld en vandaag gaan we een hele leuke kersttekening maken. Vandaag gaan we beginnen door een klokje te tekenen met twee balen. Dus laten we gaan beginnen. Ik heb gewoon een Sakura marker hier, dus een micron pen. Zodat jullie hopelijk goed kunnen zien. Dus laten we gaan beginnen. Ik ga beginnen hier in het midden een cirkel te tekenen van de strik. En hieromheen twee grote bogen. Hier binnenin teken ik twee lussen. En dan teken ik hier zo twee strepen in. Hier onderuit tekenen we twee linten. Dan hebben we onze strik. Dan gaan we hieronder de bellen tekenen. Nou, om dit te doen ga ik ze even uitschetsen. Je kunt gewoon meeschetsen. Als je het makkelijk vindt. Ik vind het altijd fijn om met potlood het even uit te werken. Zodat ik weet waar de lijnen moeten lopen. Zeker voor een vorm als een bel. Zo. En dan gaan we eens hier een lijn naar beneden tekenen. En ook hier tekenen we een lijn naar beneden. Opzij, opzij. En dan maken we hem zo dicht. En dan tekenen we hier een lijn overdwars voor de binnenkant van onze bel. En natuurlijk de klepel, of zo heet dat. En dan doen we hier hetzelfde. Dan tekenen we hier binnen en nog natuurlijk schattige gezichtjes. Kun je met of zonder natuurlijk doen. Maar we tekenen kawaii, dus dan doen we dat gewoon. En natuurlijk hier ook een gezichtje. En dan is je kerstklokje al klaar. Nou, nog een klein hartje erboven. Het ziet natuurlijk schattig uit. Dan zijn we helemaal klaar met onze kersttekening. Zijn er nog andere leuke tekeningen die jullie willen zien? Laat me het dan even weten door onder natuurlijk een comment te geven. En heb je er zelf ook een tekening gemaakt? Ik vind het super leuk als je ze doorsturen en mij laten zien. En hou jongens, ik ben altijd creatief. Doei!